Goedemorgen, het is 7 uur. Ik werd 6:30 wakker. Jawel, 6:30. Ik heb mijn wekker 6:30 gezet. Want het is 7 en 8 kan ik boodschappen. En ik dacht, het is misschien wel goed om even wat vroeger op te staan. Ik moet 8:30 bij de tandarts zijn, omdat mijn gaatje gevuld wordt. En verder heb ik daarna ga ik op kantoor werken en ik ga naar Amsterdam voor opnames. Ja, verder is dat. Goedemorgen, mevrouw. Lekker wakker. We hadden de kever in het huis. Ik schrok me helemaal rot. En vervolgens riepen we Siem van, Siem, wat nou? En Siem die ging er een beetje mee spelen. Maar hij was ook soort van bang om hem echt iets, zeg maar, weg te halen en zo. En toen Manish, en Manish couldn't care less. Die bleef hier liggen. I don't care. Uiteindelijk hebben we met een papiertje en een glaasje naar buiten gedaan. Maar toch. Ik had gisteren dus de talkies en de quote gehaald waar ik in sta. Kijk, in de talkies. Hier, kijk hoe cool. Who run the world? En dan zie je mij zo. En alle andere meiden van Power Vrouw Diner. Ik heb maar even de keuken opgeruimd. Oeh, bijna. Ja, water kookt. En de eettafel. En that's it. Salontafels, ligt nog ding op. Hoe doen jullie dat met elektronica op de salontafel? We hebben bijvoorbeeld, kijk, wat hier dus bij ons altijd een dingetje is. Kijk, er ligt wel wat rotzooi bij hoor. Dit kan weg. Dit is voor foefjes eczeem. Ja, we hebben dus bijvoorbeeld 2 joysticks. Of 1. Waarom liggen er nu 2? 1. Dan hebben we die van de PlayStation. En dan hebben we afstandsbediening 1, 2, 3. En dan hebben we ook nog de muis. Wat doet dit hier? Of de muis. Het toetsenbord. Want we gebruiken, zeg maar, de computer op het scherm. Waar laat je dit allemaal? Ik duw het vaak hieronder, maar ik merk dat het toch vanzelf allemaal bovenop komt. En vooral de afstandsbediening, omdat je die vaak pakt. Dus als jullie nog tips hebben. Oh, en we hebben geen plek om het, zeg maar, op te hangen. Want ik weet, sommigen hebben zo'n hangding eromheen. Maar kijk, we hebben echt helemaal nergens plek daarvoor. Ja, of je moet het over een rugleuning doen. Maar nee, liever niet. Dus, tips are welcome. Ik ben even aan het werk. Foefje is hier aan het ontbijten. Mm-hmm. En deze update staat nu online voor de party. En we hebben iets heel cools. Foef, dat weet jij volgens mij nog niet eens. YouTube gaat workshops geven bij de party. Cool, hè? Oh, dat had ik al verteld. How to become a YouTuber. En deze, die heb ik zelf laatst gedaan. Die is zo cool. Dit is voor mensen die minimaal 100 abonnees hebben. Dus zeg maar hoe je... met die bloem. Waar ik je een foto van stuurde. Dat is echt zo cool. Oké, de boodschappen zijn net bezorgd. Alleen, ik moet echt weg. Ik heb alleen mijn basis op. Wij zitten op kantoor. Ik heb de dingen in de koelkast gezet die in de koelkast moeten. Dag, Bob. Café de D. Ja, let's go. Ik heb deze jas aangetrokken. Dit is een nieuwe jas van Boohoo. Ik heb namelijk niet echt een soort van tussenjas. Ik heb ook geen jas. Of, oeps, er is iemand. Sorry, ik vlog dus nooit als er iemand de lift in komt. Sommigen vragen het wel eens van, hebben jullie nooit buren in de lift staan? Ja, maar dan gaat de camera gelijk uit natuurlijk. Dus ik vlog net als ik alleen sta. Maar goed, deze jas, dit is een soort van tussen wel warm, maar niet winter warm. Maar ook niet heel dun. Dus ik vind hem wel lekker. Om naar de tandarts om een gaatje te vullen. Nee. Onderweg naar de tandarts en ik sta vast in de tunnel bij Leidschendam. Dit is ook echt, vermijd die tunnel als het kan. Er zijn dan 2 tunnels. De eentje heb je, zeg maar, ga je echt Leidschendam in. En bij de andere ga je een beetje Leidschhaag in. En de andere kan Driehoek. Oh, die tunnels zijn heel vaak vast. Vooral rond spitsuur. Niet ingaan. Daar gaat hij dan. Ik heb een verdoving in mijn mond. Maar het is ik voel het niet. Oké, dit gebeurde er. Ik moest dus een vulling. En toen zei hij, wil je het met verdoving of zonder? Ik zei, zonder! Want ik dacht, vullen is toch gewoon een beetje boren ze een stukje of doen ze er wat in. Nou, toen hij geboren raakte hij mijn zenuw. Ik, oh, ik zo, oh. Hij zei, ja, als je zonder verdoving wil, dan blijft het nog wel zo doorgaan. Ik zei, knal die verdoving er maar in. Maar, oh, naalden, zus. Nou ja, goed. Als je me langer volgt, dan heb je het al een paar keer gezien dat ik met naalden in contact kwam. En dat ik echt, ik haat naalden heel erg. Maar goed, de verdoving zit er nu in. En nu, oké, ik ga nu stoppen met vloggen, anders ga ik kwijlen. Maar goed, het is gefixt. Hopelijk is het over 3 kwartier of zo over. Want ik heb vandaag opnames in Amsterdam ook. En dit zou echt heel vervelend zijn. Gek is dat, hè? Ik zou zo'n tattoo hier kunnen zetten en dan voel ik het niet. Ik heb echt de grootste lol. Ik stuurde net voor een appje. Een appje. Appje. En ik wilde een kusje sturen. Ik ben weer op kantoor. Hier zit ik heen, Maak.
En ik ga even iets afvinken. Ik heb nu dit artikel af. Die gaat vanmiddag online. Maar kijk, bij deze foto zie je het ook. Ik had nogal moeite met de foto's met mijn mond. Maar het valt wel mee. Ik heb de ergste eruit gehaald. Ik ben lipswatches aan het maken. En elke keer als ik mijn lippen wil fijn pers, gebeurt het. Serieus, waar ben ik aan begonnen met die lipswatches? Het is ook 10 keer zo moeilijk. Omdat ik dit niet echt recht kan trekken. Bijna. Ik ben er bijna. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Mijn mond begint een beetje bij te komen. Gelukkig dat ik zo filmen. Ik ben in Amsterdam. Ik ben bij Social om de hoek. Auto staat een grachtje verder, zeg maar. Ik ben op kantoor. Sunny die vlogt met haar mobiel. Kijk, met een stick. Stiek. En de anderen zijn er ook. Die komen zo hierheen. Kijk nou wat een mooi armbandje. Hoe cute is dit? Lief, hè? Kijk, zie je, daar hebben we Jenny en Charlotte. Daar heb je Vince. Echt iedereen heeft deze camera, daar hebben we het net over. Dit is dus dezelfde vlogcamera. We hebben hem allemaal. Jamie heeft hem ook. Gisteren binnengekregen. Het is gewoon precies dezelfde. Ja, we hebben hem allemaal. Hier. Het ziet er te vloeiend uit, omdat het... Ja, 60. Ja. Ik ben onderweg naar huis van Amsterdam en ik heb met de meiden van Fem iets opgenomen. Dat kan je nu al zien op Fem als het goed is. Over een aantal meiden die ermee gaan stoppen. Super sad, maar eigenlijk heel erg leuk, want ze zijn gewoon zo succesvol. Dus dat, ja, logisch. En ik ga nu terug naar huis. Ik moet de vlog van morgen nog editen. Dus ik ga nog een beetje werken vanavond. En verder, oh, het wordt spannend. Oh, het is zo spannend. Voor de party altijd hectiek en drukte, maar als het eenmaal voorbij is, dan euforisch gevoel. Ik ben thuis en Fofje is thuis. Hallo allemaal. Met Manies. Ik ben tempeh aan het maken met groenten. Ik heb die tempeh al gekruid en eigenlijk wel af. Ik bak dan eerst even de tempeh aan met dingetjes. En dan gooi ik er groenten bij. En ik heb couscous gemaakt en daar heb ik dille doorheen gegooid. Ruikt best lekker. Food. Oké, dit is dus serieus een van de beste recepten die ik ooit heb gemaakt. Mm-hmm. De tempeh is zo lekker. Het smaakt naar alsof je een soort van kaas iets aan het eten bent. Dus ik ga nu het recept opschrijven. Ik heb even siem geborsteld en haren van hem afgehaald. En alles is een compact balletje geworden. Ik wil hier natuurlijk mee spelen. Het is echt niet normaal. Ik zit helemaal onder de siemharen. Het grootste deel heb ik al weggehaald. Het is echt heel veel. Hij is zo aan het verharen. Meneertje. Wij gaan naar de sportschool. Eventjes les doen. Dus ongeveer 3 kwartier fietsen en enzovoort. Hey, ik ben weer terug. Ik ga even nog een vlog editen. En ik heb een masker op. Je kan raden welk masker dit is. Jelly mask. Jelly mask? Aloe vera? Nee. Wacht, dit is helemaal geen jelly. Kom eens hier met zo'n mooie ding hier. Op je face. Oké, dit ga je waarschijnlijk eruit knippen. Placenta mask. Nee, placenta is een haarmasker. Het bestaat echt, ja, dat doe ik in mijn haar. Hey, ik heb mijn vlog geëdit vanmorgen en ik ben nu mijn agenda aan het doorkijken. Ik heb in principe meerdere afspraken staan. Morgen worden ook de goodiebags ingepakt. Dat is denk ik het belangrijkste ding van de dag. Ik ga 2 uurtjes langs met Francis, heel gezellig. Dat weten de mensen niet die de goodiebags inpakken, maar ik ga met Francis langs. Voor de eerste groep een uurtje en dan de tweede groep een uurtje. En vroeger was ik gewoon van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds aan het meehelpen met goodiebags inpakken. Maar ook Helen is wel op een gegeven moment gezegd van doe normaal, weet je, kappen nou. En misschien is het inderdaad wel verstandig. Vorig jaar heb ik het al rustig aangedaan. Heb ik wel geholpen, maar gewoon met tussendoor dat ik gewoon achter mijn laptop ook ging werken en zo. En nu heb ik gewoon besloten dat ik gewoon wel kom, maar niet te lang. Want ik, ja, weet je, het is gewoon niet zo heel slim als ik dat gewoon dagenlang ga doen. Het eerste wat ik morgenochtend ga doen is langs de Pro Dry Bar van André Lon. Daar heb ik echt onwijs veel zin in. En daarna dan naar de goodiebags. Dan heb ik een Skype meeting. Dan ga ik naar de boeklancering van Anna. En daarna heb ik weer een meeting voor Fem, 's avonds. En dan moet ik nog de vlog voor de dag erna doen, het artikel. Ja, soms zit je net op het randje, zeg maar. Dat je precies 1 dag ervoor het maakt voor die dag erna. Maar dat maakt niet uit. Dat is eigenlijk wel gebruikelijk voor mij, net voor de party.
Ik ben nooit te laat, dus dat scheelt. Ik ben wel altijd netjes op tijd. Goed, wel rustig geslapen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen. Doei! Werken vooraf zijn we al in de mood. Absoluut. Zijn hier allemaal bezig? Hella heeft net alles per ongeluk gewist, of althans. Oh. De laptop liep vast, alles kwijt.